Voor het weekend kondigden we hem al aan. De Hoekse Waardpas. De initiatiefnemers willen met hun voordeelpas stimuleren dat mensen kopen bij ondernemers in de streek. Want die investeren hun geld weer lokaal en dat versterkt de samenleving. Verenigingen profiteren ook, want van de 30 euro die voor de pas betaald moet worden, gaat 5 euro naar een vereniging naar keuze. En die verenigingen willen dan ook graag helpen om de pas weer te verkopen. Dus wij huizen hier 1000 Numansdorpers. En als zij allemaal zo'n pas kopen en gaan shoppen bij de lokale winkeliers, dan is dat weer goed voor hen business. En onze lokale winkeliers die supporten ons ook altijd qua sponsoring. En daar zijn wij natuurlijk super blij mee. Dus kunnen we ook een stukje terug doen voor wat zij altijd voor ons doen. Hoe belangrijk is het verenigingsleven hier in Hoekse Waard? Ik denk dat het heel belangrijk is, want het creëert toch een vorm van saamhorigheid. En wij zien het hier zelf heel erg, dat als er bijvoorbeeld geen voetbal is op zaterdag, dan zit de kantine hier gewoon toch stampvol. Wij zijn een voetbalvereniging, maar we doen ook wel heel veel voor andere verenigingen in ons dorp. We organiseren bijvoorbeeld NSV Verbind Numansdorp. Dat is een grootschalig evenement geweest vorig jaar, waar we ook geld hebben opgehaald voor een bejaardenhuis en een huis voor gehandicapten. Wat voor vereniging zijn wij? Wij zien dat wij groot zijn, dat we veel draagkracht hebben, dat we het hier goed georganiseerd hebben qua vrijwilligers. Maar dat wij dus ook iets daardoor terug kunnen doen voor andere instanties in het dorp. Dus wij zijn denk ik wel een sociale vereniging.